gaat doen. Ja. Nou, niet zoveel. We zien dat er een verschuiving aan het komen is van een soort maatwerktrajecten, wat we vaak bij klanten doen, naar een dienstverlenende organisatie. Nu zie je eigenlijk de hele verschuiving aankomen van de on-premise situatie naar het kennismaken met Azure en daar eigenlijk de eerste virtual machines in gaan zetten. De eerste proposities waar we de markt in mee willen gaan is de Modern Workplace. En de tweede is hybrid cloud. Yes, je kunt hier zitten. Mijn naam is Frank van Diest. Ik ben binnen ETU verantwoordelijk voor Dabble. Binnen Dabble bouwen wij gestandaardiseerde oplossingen op Office 365 en SharePoint. Dat doen we met een apart team. We zitten daar nu met een man of 10 in. Een paar jaar geleden zijn we ermee begonnen omdat je vanuit een projectorganisatie moeilijk tot niet belofte na kunt komen van het up-to-date houden van producten. De belangrijkste producten die we voeren is een intranet, een digitale werkplek, samen te werken met je collega's, maar ook mensen van buiten de organisatie. Het leuke is dat we in één keer twee keer zoveel bereik hebben. Wortel van oudsher heel sterk gepositioneerd binnen Microsoft. Dus ik verwacht eigenlijk dat daar niet alleen aan de commerciële kant gewoon veel nieuwe kanalen openen, maar ook aan de technische productontwikkelingskant. Dus dat verwacht ik in ieder geval voor Dabble. En volgens mij is het de bedoeling dat we veel meer as-a-service proposities in de markt gaan zetten. En daar hoort ook een stuk software bij. Dus wat dat er gaat, zal er nog wat groei in zitten te komen. Ja, je bent eigenlijk binnen een muntje tijd met elkaar eruit. Dan eigenlijk komt er een heel groot juridisch verhaal komt te zitten, wat heel erg lang duurt. En iedereen blijft maar steeds in de startblokken staan. En als het getekend is, nu kun je het echt gas gaan geven. Dabble is het Formule 1 team van ETU. We bouwen de gaafste productlijn die er is. We kijken er heel erg naar uit om te zien wie we allemaal kunnen connecten. Om mee te sparren over SharePoint, over Teams. Ik ken ze nog niet, dus ik ben benieuwd wie ons allemaal kunnen gaan helpen en hoe we als Dabble een voorbeeld kunnen zijn voor andere teams van Wortel. Eigenlijk hebben we elkaar toen heel kort geleden pas leren kennen en heel snel aan de slag gegaan met de fusiecommunicatie. Het moest echt binnen één week alles eruit, persbericht, nieuwsberichten naar klanten, video waar we mee bezig zijn. Dus van moment tot leren kennen totdat we eigenlijk alle communicatie eruit gedaan hebben, is super snel gegaan. Bij Microsoft hebben we kaartjes verspreid met daarop dat Wortel en ETU samen gaan fuseren. En petit fours uitgedeeld met logootjes erop. En dat was heel erg leuk om te zien dat Microsoft medewerkers het heel erg leuk vonden en ook heel erg positief tegen onze fusie aankeken. We moeten straks dezelfde klanten samen gaan bedienen. We hebben allebei andere werkzaamheden eigenlijk en andere diensten die we leveren. Die willen we eigenlijk gaan samenvoegen. Nou, voor de managed service klant betekent het dat je samen een grotere dienst kan leveren. We hebben dat al een paar keer meegemaakt, dat een klant ergens op vraagt. Die dienst kunnen wij niet leveren, we moeten andere partijen inschakelen daarvoor. En nu kunnen we samen als één die dienst leveren. Deze morgen hebben we een gezamenlijk overleg gehad van punten die we prioriteren om de integratie van Wortel en ETU goed te krijgen. We hebben daarbij afgesproken dat we iedere week in ieder geval gezamenlijk zitten en bekijken om welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. En ik verwacht dat het in de toekomst eigenlijk alleen maar beter wordt. We hebben een project lopen op dit moment bij een klant. De klant vroeg een bepaalde resource die wij niet konden leveren. We hebben de vraag gesteld aan jullie developers en uiteindelijk is daar uitgekomen dat we samen die dienst wel kunnen leveren bij de klant. Ik zou zeggen dat ik master of ceremonies ben, waarbij ik de teams als MC help op ritme te blijven, opleveren, maar ook vooral heel veel plezier te hebben. Ik ben Nick Otten, business designer bij Business Models Inc. Wij helpen bedrijven met strategie, maar ook met innovatie.
En vooral ook heel graag eerst een strategisch punt neerzetten om vanuit daar met een innovatiekracht en een innovatieproces en een innovatieteam daar naartoe te bewegen. Daarom zijn we hier ook vandaag. Jullie worden meegenomen in een proces waarbij we jullie eerst meenemen van joh, wat gaan we eigenlijk doen met z'n allen? Waar willen we heen als hotel? Waar willen we over een jaar zijn? En jullie zijn natuurlijk het core team waarmee jullie dit voor elkaar gaan krijgen. Nou, het core team gaat het proces neerleggen. Het core team gaat mensen helpen door dat proces heen te bewegen en uiteindelijk waarde creëren voor de klant met nieuwe oplossingen.